Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. En dat tijdens de open dag van NEC, die eerder dit jaar niet doorging vanwege het slechte weer. Nou, vandaag vindt hij wel plaats. Kijk, het zonnetje schijnt achter mij. Het is lekker druk, gezelligheid. En daar komen we zo meteen op terug, want ook de spelers hebben zich vandaag natuurlijk gepresenteerd voor het publiek. Maar eerst nog eventjes naar afgelopen vrijdagavond. Uit tegen Sparta. Een puntje gepakt. Vooraf zou je zeggen, nou, dat tekenen we voor. Maar je stond lang voor met 1-0 door het doelpunt van Dirk Koper. Uiteindelijk wordt dan toch nog gelijk. Maar trainer Rogier Meijer was best tevreden na afloop. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid wissels die hij moest toepassen. Omdat er redelijk wat blessurengevallen nog waren. Dus kortom, ja, eigenlijk toch wel blij met een puntje. Ja, ik denk dat het een hartstikke mooi punt voor ons is. Hè. We waren dicht bij 3, maar ik denk dat we eigenlijk tevreden mogen zijn met een punt. Even bij het begin beginnen. Je mist heel veel mensen. Ja, echt een uitstekende eerste helft, vond ik. Vond jij dat ook? Ja, ik denk dat je niet hebt gezien dat we heel veel jongens misten. Ik denk dat de speeljongens die speelden deed goed. Ik denk dat er ook voetbal in zat. Ik vond wel in de laatste fase van het veld om echt kansen te creëren. Een paar schoten van Matson waren we dichtbij. Daar hadden we nog wel wat moeite. Maar ik denk wel dat er een volwassen elftal stond en dat we weer een stapje verder zijn als team. Van Roy en Schöne ook weer op de weg terug? Ja, die hebben vandaag getraind en die zullen ergens zeker richting PSV weer aansluiten. Tot slot, sfeer zit wel goed, hè? Want de hele bank die ging af en toe tekeer. Ja, dat vond ik mooi om te zien. En ik had natuurlijk al geel, dus ik was bang dat dat mijn tweede gele kaart zou kosten. Maar het was mooi dat ze allemaal meeleefden van de eerste tot de laatste minuut. En dat is een goed teken, denk ik. Niels, gefeliciteerd met je debuut. Ja, heel mooi moment natuurlijk. Ik zit al een tijdje bij de selectie, maar ik heb best lang moeten wachten op dit moment. En als het dan daar is, dan ja, alleen maar blij. En heel veel berichtjes net op mijn telefoon al. Dus ja, mooi voor mij, maar ook voor alle mensen die me hebben geholpen hier naartoe. Ja, en dan hier achter mij maar eens even naar die open dag. Hè. Gezellig druk is het. Het is ook prima weer natuurlijk op deze zondag voor de open dag. En de spelers die werden één voor één naar voren gehaald door stadionspeaker Gerry van Kampen. Ook eerst even de staf natuurlijk. Kijk, de staf komt op het podium. En daarna de spelers één voor één mochten ze allemaal het podium op. Eventjes een bal het publiek in schieten, een petje gooien of iets anders. En dat was ook goed nieuws, want stadionspeaker Gerry van Kampen maakte bekend dat Robin Rolfs, de keeper dus van NEC, de reservekeeper om het zo maar even te zeggen, die heeft zijn contract verlengd tot 2028. Dat was ook nog eens een keer extra nieuwtje dus vandaag. En vooral was het de handtekeningen waar de mensen hiervoor waren gekomen voor de spelers. Kijk, achter het podium ging het al gelijk los. Nou, en dat is ook wel lekker zo dat de open dag nu komt natuurlijk naar die slechte valse start van NEC. Thuis winnen tegen RKC, een puntje bij Sparta en dan dit even beleven. En zo ga je dan de interlandperiode in. En over anderhalve week dan gaan we naar Eindhoven, hè, want dan is het tegen het PSV. We houden je op de hoogte van alles rondom NEC. Volg me even op Instagram, Twitter, daar moet ik tegenwoordig X over zeggen. Ook zijn we op TikTok te vinden met leuke video's ook. Video's die je niet in de update voor de rest ziet. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe update. Graag tot dan. Oké, geef ze een applaus voor de selectie.